Hey iedereen, en wat superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ben ik hier samen met Jalla. Ja, en we hebben vandaag de 4e aflevering van Girly Talks. En vandaag gaan we een wie zou eerder doen. Dus Jalla, stel je even iets voor. Ik ben Jalla. Ik ben 14 jaar. Ik woon in dit hele leuke huis. Ja, dus Jalla is kamer. Mijn kamer. Ik heb een nieuw hondje gekregen. Oh. En natuurlijk moet ik ook mijn andere niet vergeten. Ja, we hebben dus allebei blaadjes. En dan hebben we hier Jalla haar naam op en mijn naam. En dan hebben we... Het zijn er 22 en die gaan we dan lekker beantwoorden. Ik dacht dat het wel leuk was, want Jalla en ik zijn eigenlijk best verschillend. Ja. Maar toch hebben we wel een goede band. Oké. Okay. Jongens. Lekker Jalla. Wie zou eerder zwanger worden? Jalla, sowieso. Ja. Ja, dat is gewoon altijd. Hoe is het eigenlijk gekomen? Ja, jij houdt gewoon van kindjes en van kinderen. Van baby's. Ja. Gewoon jonge moeder worden, dus ja. Ja, dat is sowieso Jalla. Ja. Makkelijk antwoord. Wie zou eerder een beroemde actrice worden? Ja, ik hou niet van acteren. Sowieso. Maar waarom eigenlijk? Omdat ik niet zo ben. Nee, oké. Okay. Ik zie mezelf ook wel eerder dan jou, denk ik. Ja. Wie zou eerder onzeker zijn? Goeie vraag. Ik denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja, Jalla die is gewoon, die heeft zoveel zekerheid, straalt ze altijd uit. Dus dan denk ik eerder ik. Ja. Wie zou eerder jonger hebben? Ja, een jonger hebben. Dus, ik denk toch ik. Ja, ik denk het ook. Maar bij jou moet het ook wel iemand bijzonder zijn hoor. Ja. Jalla is ook heel kieskeurig. Ik zou niet zo heel iemand zoenen omdat ik diegene gewoon knap vind ofzo. Nee. Ja, ik ook niet. Wie zou eerder een succesvolle carrière hebben? Allebei. Ja. Mag dat? Mag je allebei? Ja, ik vind het wel ook. Allebei op onze andere manier, denk ja. ik. Dat we wel, als we gewoon goed door blijven leren, dan komen we er echt wel. We hebben gewoon een goed, noem je dat? Toekomst. Ja, ook. Maar ook een goede carrière en money. Ook voor jou. Je moet goed aan je inkomsten doen, toch? Ja. Ja. Geld is wel nodig voor om te leven. Het maakt je ook gewoon gelukkig als je het gewoon hebt en ja. zo. Maar voel je ook gewoon zeker ja. van dat ja, ik heb genoeg geld. Wie zou eerder belangrijke verjaardagen vergeten? Zeker niet Jalla. Jalla nee. weet echt bijna iedereen's verjaardag uit haar hoofd. Het zijn de enige verjaardagen die ik weet. Het zijn de enige die ik weet. Jullie verjaardag weet ik ook niet. Ja, mijne wel. Weet je de mijne niet? Nee. Is het iets met 10? Ja. Ja, 10 juli. Ja. ja. En ik dan? Echt? Waarom zeg jij dat nou? Omdat ik wil laten zien dat ik het weet, Jalla. Ja, maar zo weet het toch van jou? Ik weet ook niet zuster verjaardag. Ik weet niet eens mijn moeder verjaardag. Zou ik nu eens even hier dit doen? Nee, dan ga je wel heel te lang missen. Ja. Jij kent zoveel mensen. 30 juni, mijn zusje 10 november. Mijn ene hond die ik nieuw heb gekregen 26 april. Hier. Ja, nou, vandaag naar je verjaardag, hè? Ik zou dan vergeten en dan als ik het bij iemand zie, dan denk ik... Oh, ik heb eigenlijk gewoon een agenda in mijn hoofd. Jij bent zo georganiseerd. Ja. Dat is echt niet normaal. Sowieso ik. Echt geen enkele twijfel. Dus jij bent 12 maart. Ja. Oké, nu mag ik die echt nooit meer vergeten. Nee. Door deze want video. Anders? Wat is het nieuw? Ik wil echt niet te groot iets, want dan ga ik echt... Dat vind je in één keer op de Mac. Dat vind ik goed. Dat is goed. Jij gaat weg. Ja. Hoi. Is de vlog al bezig? Ja. Hallo, hallo. Wie zou eerder verliefd worden op haar beste vriend? Ik denk ik. Ja. Ja. Wie zou eerder een beroemdheid trouwen? Jalla. Jalla met al de connecties. 100%. Ik zie jou ook wel gewoon echt met een beroemdheid lopen. Weet je waarom niet? Nou? Als ik net ook kinderen heb, ik word altijd aangekeken op straat. Wil ik niet. Uit ons twee, dan denk ik toch wel. Jalla. Wie zou eerder sterven in een zombieaanval? Of een, hoe noem je dat, Aniek? Apocalypse. Dat. Ja. We hebben echt tot nu toe allemaal zo'n. Ja, inderdaad. Dat is best wel erg. Jalla, ik weet niet. Jalla is wel een strijdertje, maar... Ik ben heel bang in het donker. Is een zombieaanval in het donker? Ja, oh, dat heb je toch wel eens? Ja. Meestal in de avond is dat. Zombies zijn nep. Ik denk gewoon dat Jalla bij zoiets gewoon in een hoekje zou gaan zitten. Ja. Ze zou het eerst proberen en dan zou het niet lukken. En dan zou ze gewoon... Ja. Oh, afkloppen. Oké. Okay. Wie zou eerder twee jongens tegelijk daten? Nee. Niemand. Nee. Ik ga dat echt niet doen. Nee, ik echt wel, als ik echt zo voel heb voor jongen, ben ik echt heel serieus. Want kiezen, dan moet hij echt mij kiezen. Ja. Dit is echt wat voor mij. Ja, klopt. Van ons, Daniek, sowieso. Zie je ook mijn mooie broodje. Wow.
Heb je daar zo'n stoel bij staan? Ja, die moet ik nog even kopen. Ja, maar dat is gewoon een foto of zo. Nee, maar dat is echt super slim. Je kan gewoon vanuit je bed. Ja, goed. Dat is echt slim. Wie zou eerder trouwen zonder liefde? Nee, maar ja. Ja, maar toch wel jij ja, dan. Klopt. Als we zouden moeten kiezen, dan mij. Maar... Eigenlijk niet. Nee, want ik zou dat echt niet doen. Maar ik toch wel jij. Ja. Wie zou eerder te laat zijn voor een bruiloft? Nou, ik ben altijd op tijd. Ik ben altijd op tijd, maar ik ook. Janna is altijd veel te vroeg. En ik ben altijd gewoon net op tijd en Janna is veel te vroeg. Dus dan, hè, als je het zo bekijkt, dan denk ik het wel eerder. Maar wie zou eerder zich zorgen maken over kleine dingen? Ja, ik zou ook zeggen allebei. Want wij zijn echt van die mensen die alles gewoon weer duidelijk willen weten. Alles duidelijk willen hebben. Ik maak me echt wel snel zorgen over dingen. Als ik vanmorgen ergens moet zijn en ik weet even niet hoe en wat. Ja. Dan raak ik helemaal met stress. Ja. En als iemand ook niet reageert, wordt helemaal gek. Ja, inderdaad. Wie zou eerder in een reality show komen? Ja, in Engelse dingen. Linte, in Nederland. Ja. Maar jij kent zoveel mensen. Dus die gaat echt een keer op tv komen. Nee, ik wil een influencer worden, Janne. Ja, nee, maar luister, ik vind het wel goed als... Het is genoeg dat ik bij jou op YouTube kom, ja? Oké. Lijken! Abonneer, abonneer, abonneer! Moet ik eventjes ertussendoor zeggen? Oh, stop! Ik ben er dus achter gekomen dat de helft van mijn... dat net de helft de kijkers van mij gaan... Kijk, en ik heb zelfs bewijs hier! Ja. Het is toch ongelooflijk? Ja. Het is toch ongelooflijk? Dus abonneer eventjes, want het is niet zo grote moeite. Wie zou eerder onverwacht zwanger raken? Die vind ik echt lastig, zou ik zeggen. Janna heeft echt een droom. Die denkt nu al over alles. Ja, ik niet. Ik ben ook helemaal heel laat als me gunt ze dan. Dat het gewoon een prima leeftijd zou zijn. Ja. Alleen dat ik er niet echt nog volop aan over na aan het denken zou zijn. Het zijn allemaal van die dingen van het zou niet gebeuren, maar als. Wie zou eerder in een grote stad wonen? Janna, ze woont nu ook in een grote stad, hè? Wie zou eerder per ongeluk iemand slaan? Ik heb dat wel eens een paar keer gehad. Dan wou ik per ongeluk, dan wou ik net doen. En toen deed ik per ongeluk. Ja. En toen had hij geen pijn. Wat? Toen had hij geen pijn. Ja, klopt. Ja. Hé, hey, en daar zit hij. Hij komt zelf al voorstellen. Ja, hallo? Daar is hij. Daar is Kitty. Wie zou eerder iets van de grond eten? Maar dan wel echt als het moet, hè? Nee, ik zou dat echt niet doen. Ik vind dat zo vies. Ja. Ik zeg wel gewoon dat die. 5 seconden regel, tuurlijk. Als er geen eten meer in dit land is. Dan ga ik wel van de grond eten, anders ga ik gewoon zwaar dood. 10 keer blazen gewoon. Wie zou eerder een hele dag in bed liggen? Weet ook mij. Ja. Janna die is gewoon, die heeft elke dag iets te doen. Wie zou eerder wegrennen uit het spookhuis? Dat is best wel eng dat jij dat uit je hoofd weet. Janna. Zo. Ja. Ik hè. Janna helemaal hoop. En dan rent ze weg. In die Apifauna en weet je, in Drievliet en zo. Weet je, dat is helemaal niks. Maar op de kermis, dan is het wel eng. Die ene, maar in Tilburg, die is eng. Ja. Wow, maar hij is wel echt heel vet. Wie zou eerder het eten van een ander opeten? Nou, heb je daar wel ervaring mee? Ja, dat weet ik op school. Iemand die het niet meer hoeft. Ja, maar ook als hij het niet hoeft en jij ziet het. Of dan liggen er een paar Skittles op tafel bijvoorbeeld. Ja. En dan zeg je... De... Maar dat is altijd van iemand die ik ken. Ja, oké. En die het niet, dat ik weet dat diegene het niet het erg vindt ofzo. Dus. Dit is de laatste vraag. Oeh. Wie zou eerder meedoen aan Temptation Island? Janna. Ja, sowieso. Ook niet. Dit wordt echt een goede video. Dit wordt echt een goede video. Maar luister, ik hoor dat je die reacties aan gaat zetten. Dat kan ik niet. Waarom niet? Ik kan dat niet doen, dat bepalen ze zelf. Bij sommige video's staan ze aan. Ik vind het ook echt jammer, maar er staat iets... Waardoor je reacties aan zouden moeten gaan, klik ik nee. Want daardoor zouden die reacties aan moeten gaan. Alleen, dat doe ik bij elke video en sommige staan ze aan, sommige niet. Altijd als mensen reageren, dat maakt het gewoon zoveel leuker. Dus als er reacties aan staan, laat zeker een reactie achter. Ik vind het altijd zo leuk om te lezen. Dat was het eind van deze video. Bedankt Janna. Bedankt dat je mee wou doen in deze video. Dat is dus het eind van deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe zeker een dikke duim omhoog. En abonneer mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te klikken. Zodat je elke keer genotificeerd wordt als ik een nieuwe video post. En dan hoop ik je weer te zien in de volgende. Doei! Doei! Yo! Yes! God.